Het is dinsdagavond 4 augustus. We gaan beginnen met de eerste wedstrijd. Hoe lang hebben jullie hier naar uitgekeken? Ja, ik denk net zoals elke voetballiefhebber en vooral als je dan voetbaltrainer bent en zelf kan voetballen, dan kijk ik er heel erg naar uit. Dus gelukkig staan we hier. Jullie zijn al een paar weken aan het trainen. Hoe gaat het tot nu toe met de voorbereiding? Ja, nou, voorbereiding is nu 2 weken oud. We hebben bewust gekozen voor een 7-weekse voorbereiding voordat de competitie starter is. Dat we toch wat nieuwe jongens hebben. Ja, ook een tijd stilgelegen, ondanks vanwege de corona. En dan vonden wij het wel belangrijk om 7 weken voorbereiding te hebben in plaats van 5 weken. Kan je na deze 2 weken trainen al wat zeggen over het niveau van de groep? Ja, we hebben natuurlijk wel bewust gekozen voor een wat kortere, wat smallere selectie ten opzichte van de afgelopen 2 seizoenen. Vorig jaar was het natuurlijk mijn eerste seizoen hier, maar toen werd de selectie al wat smaller dan het jaar daarvoor. En nu hebben we natuurlijk de onder-21 competitie gelukkig erbij gekregen, wat een erg talentvolle selectie is. Dus vandaar dat we bewust gekozen hebben voor een iets smallere selectie bij de zondag 1. We zijn een aantal belangrijke spelers kwijt. Eduard Duplan is ermee gestopt, Gio Cerbonier is ermee gestopt. Hebben we voorin nog een beetje dat scoren en het vermogen? Ja, kijk, dat zijn natuurlijk 2 hele ervaren jongens, hè, die je opnoemt, Saboni en Duplan. Saboni wilde wat laag gaan voetballen, die heeft ook wel meegemaakt afgelopen jaar. En Duplan, ja, die is gewoon, noem maar op, qua leeftijd, maar ook qua fitheid. Die heeft het wel nog geprobeerd. Maar die heeft helaas wel gezegd om te stoppen. Dat hebben we wel op kunnen vangen in de zin van, we hebben Tim van der Voort van de zaterdag eigenlijk naar de zondag overgehaald. En Serhat Sakmak van Nooddorp. Dus dat zijn eigenlijk die 2 posities die we zo ten opzichte van elkaar hebben weggestreept, om het zo maar te zeggen. En dan moet het altijd maar blijken van hoe het gaat. Daar is de voorbereiding voor. We beginnen vanavond tegen Scheveningen. Heb jij nou van de 5 wedstrijden nog eentje waar je echt naar uitkijkt? Van de 5 wedstrijden? Nou, ik kijk altijd naar elke wedstrijd wel uit hoor. Maar ik ben geboren en getogen in Scheveningen. Dus ik vind het ook altijd wel een leuke wedstrijd om dat tegen Scheveningen te oefenen. Ja, succes vanavond. Dankjewel. We'll be right back.